Dat is wel echt een hotspot voor de snoepbaas. Of het een baas is of snoepbaas, dat maakt me niks uit. Ik vaar weer even terug langs de rechterkant, langs het stuurboord. Die hebben die boten, dus... Zo, het is 5 uur, mijn werk zit erop voor vandaag. Ik heb vandaag mijn boot mee naar het werk genomen. Ik ga lekker een avondje na het werk vissen. Ik ga dropshotten, verticaal op snoekbaars hier op het kanaal bij Grauw. Kijken wat ik ga vangen. Ik ben heel benieuwd, zin in. De eerste stack. Een heel mooi kanaal hier, het Prinses Margriet kanaal bij Grauw. Ik heb hier 3 meter water onder de boot. Ik heb in de steun heb ik een dropshotje met een iets kleiner setje eraan. In de hand een verticaal hengel. Een iets groter setje. In de hoop dat we daar een wat grotere snoepbaars op kunnen vangen. Dan vaar ik met een gangetje van een kilometer. Ja, precies een kilometer geeft hij aan. Naast de stenen oever die we hier hebben, de startstenen. Dat is echt een hotspot voor de snoepbaars. Er zijn veel boten op het water. Dus straks even een hapje eten en daarna is het iets rustiger met die boten. Dus, Nou, dat is de eerste al. Mooi visje. Klein maar fijn, leuk begin. Gaat weer terug, kijken of we een oppa kunnen vangen. Ik knalde er heel hard af. De dieptemeter geeft veel vis aan. Ik zei, er ligt wel veel prooivis. Dat zijn toch wel vaak de signalen waar je naartoe gaat met het, het vissen op snoekbaars. Een klein stukje dieper proberen. Met een luukje hier, naar 3,6 meter. 3,60 meter dus. 3,80, heel mooi regeltje hier. Er zou bijna vis aan moeten komen, zou je zeggen. Stuurboord wal blijven, dus ik vaar weer even terug langs de rechterkant, langs het stuurboord. En dan kan ik daar weer een driftje afmaken. Het doel is ik maak een driftje aan stuurboord wal. Vervolgens dan vaar ik weer terug. Kun je ook vissen doen? Dat mag niet, dat doen we ook niet. Zo'n hengeltje weer uit, ik begin weer iets ondieper waar het visje net vanaf kwam. Dan maak ik nog 1 driftje tot de kruising. Ik ga een hapje eten. Dan ga ik ervan uit dat daarna alle drukte weg is, dat er geen boten meer varen. Dan ga ik dan heel rustig even verder vissen. Cruise control gedaan. Voor anker. In de kant. Een hapje eten en een beetje bakken. Nou, en dan is het dan een uurtje of 6:30, 7 uur wat rustiger op het water. Kunnen we net even wat lekkerder vissen. Nou, veel boten nog. Veel golven, veel drukte. En ik denk dat dat het vissen ook niet ten goede doet. Nou, de eten staat op. Ondertussen even wat kleine tipjes over wat kleurtjes. Want tegenwoordig zijn er natuurlijk zoveel kleurtjes. Lijkt allemaal op elkaar, maar wat heb je nou eigenlijk nodig met het... Het vissen op snoekbaars, het vissen op baars met deze technieken, met verticale dropshotten. Nou ja, zoals ik zei, van, er zijn natuurlijk honderden kleuren. Ze lijken allemaal op elkaar. Sommigen hebben net een roder buikje, net een wat feller kleurtje, wat minder fel kleurtje. En eigenlijk begin ik de visdag altijd gewoon door te kijken van wat werkt. Ik doe er 1 fel kleurtje aan. In dit geval was het echt een heel fel kleurtje. Echt gewoon groen, geel. Maar ook nog een beetje rood erin, zoals hier te zien is. En ik begin vaak met een natuurlijk kleurtje erbij. Nou, het water is op het moment wel redelijk vies. Er zit wel echt een kleurtje aan, tenminste hier, door de scheepvaart. Dan doe ik een natuurlijk kleurtje erbij, maar dan wel met een oranje buikje. Tenminste nog iets felser aan. Even roeren, anders brandt het aan. Nou, en daar speel ik vaak op in.
Dus ik begin met twee verschillende kleuren waar ik denk dat er vis op te vangen is. En daar speel ik op in door, als ik daar een visje op vang, door de andere hengel daarop aan te passen. Dus ik heb nou één gevangen op een fel kleurtje, op een echt fel kleurtje. Dan vang ik daar nog 2-3 vissen op. Dan gaat alles over op fel natuurlijk, omdat dat het kleurtje is die het op dat moment doet. Snoekbaas vissen, baasvissen, wat doe ik ermee? Nou, ik heb twee hengeltjes. Ik heb een dropshot-hengel, die zet ik in de steun. Dat is een lange hengel, 2,70 meter en een redelijk soepel tapje. Die soepele tap die vangt mooi, die dempt mooi de golven die op het water zijn. Waardoor steeds dat dropshotloodje constant gewoon op de bodem blijft staan. De verticale hengel is een kort hengeltje van, nou, deze is 1,98 meter, nou, zeg maar 2 meter. Zie je natuurlijk het verschil wel in lengte, die komen nooit in elkaar. Tenminste, de kans dat de lijn daar in elkaar komt is heel klein. Dat wil je natuurlijk als vis. Nou, die verticale hengel is ook wat strakker. En dat die strakker is, dat is omdat je de actie, de hengel die omhoog en naar beneden haalt, dat je die gelijk wil overbrengen naar de shed. Dus niet dat je wanneer je de hengel omhoog haalt, dat die eerst 10 centimeter doorbuigt en dat dan nog het shedje omhoog moet komen. Beide zijn voorzien van een reel en van een molen met een lijntje van 10 tot 12 honderdste. Niet te dun, niet te dik. Nou, ook omdat je nog een snoek kunt verwachten die net iets sterker zijn, moet je toch een beetje terecht kunnen stribbelen. Dat is het. Meer is niet, minder is niet. Is hem. Dat blijft heerlijk zo vissen. Een mooi stukje rustiger op het water. Alle bootjes die duiken de havens in. Steeds wat van die vage tikjes. Daar ga ik even op inspelen. Die leg je even iets meer in de rug van de vis. Die vis dan zo voorzichtig is als dat ze nu zijn, de kans dat je hem alsnog vangt. En of het een baas is of snoekbaas, dat maakt me niks uit. De vis vangen. Nou, net op een velsjetje. Nu op een natuurlijk kleurtje. Mooi visje. Gaat hij weer. Heerlijk avondje gevist, niet veel gevangen, 2 snoekbaarsjes, 1 op het drapshot, 1 op een verticale hengel. Waarom het vanavond niet wilde, ik weet het niet. Afgelopen week waren de vangsten goed, de wind was wel gedraaid, maar ja, we willen altijd smoesjes bedenken waarom we niks aan vangen hebben. Het is een heerlijke avond, prachtig weer, leuke visjes, morgen weer.